De Surinamers Conservation Foundation heeft vanmiddag onderhoudsmateriaal overhandigd aan de commissie Rehabilitatie Oranje Tuin. De directeur van Suriname Conservation Foundation, Henna Uiterlo, zegt dat de foundation het verzoek van de commissie om ondersteuning heeft gehonoreerd en de gereedschappen heeft geschonken. De Suriname Conservation Foundation zal vandaag wat gereedschap overhandigen aan de voorzitter van de commissie, de heer Rozer, met de boodschap dat wij hopen dat het werk voort zal gaan en dat de tuin inderdaad een pracht van een bestemming mag krijgen, waar zowel de commissie trots op mag zijn, maar natuurlijk ook de buren die deel uitmaken van de omgeving van de Oranje Tuin. Dus bij deze willen wij als symbool u een... Hoe heet dit? Een kettingzaag overhandigen. En we zeggen natuurlijk, maak er goed en flink gebruik van. De voorzitter van de commissie Rehabilitatie Oranje Tuin, Johan Rozer, hoopt dat met deze gereedschappen het onderhoud van de Oranje Tuin efficiënter zal geschieden. We hebben inderdaad een traject ingezet waarbij we toch wel ervoor willen zorgen dat de Oranje Tuin niet alleen maar schoon blijft, maar dat het inderdaad een bestemming krijgt. En we hebben onlangs hebben we een missie in Suriname gehad. En we hebben eigenlijk al een beetje afgetekend hoe de verdere werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Maar zoals we eerder met elkaar hadden besproken, is dat de vruchtbaarheid van Suriname een keertje in het voordeel kan zijn, maar een andere keer nadelen kan hebben. En de snelle groei van het gras in de Oranje Tuin, die vraagt dus om meer aandacht. En door het beschikbaar hebben van onderhoudsmateriaal zullen we in staat zijn om het onderhoud systematischer te doen, maar ook ervoor te zorgen dat we daarmee sneller onze doelen kunnen bereiken. Johan Rozer, hij is voorzitter van de commissie Rehabilitatie Oranje Tuin. De commissie heeft vanmorgen onderhoudsmateriaal ontvangen van de Suriname Conservation Foundation.